Bij mij staat Ine, u bent namens de nabestaanden hier. Hoe was het om deze herdenking te mogen doen? Ja, de herdenking was indrukwekkend, hè? Dus de nabestaanden hebben heel erg zelf hun eigen programma samengesteld. En dat is vanmiddag ook wel te zien geweest. Ze hebben zelf dus een stukje tekst gesproken en heel erg het zo georganiseerd zoals ze het zelf wilden hebben. Ja. Wouden ze heel graag dat dit doen? Nou, de gemeente heeft in het voorjaar zeg maar hun gevraagd van willen jullie überhaupt een herdenking en zouden jullie dan ook een monument willen of ja, wat willen jullie? Dus we hebben een half jaar met elkaar eigenlijk met tussenpozen zijn we met elkaar in gesprek geweest. En dat was dat waren goede bijeenkomsten waarin zij ook heel duidelijk, hè, want het zijn wel drie families en dan moet je het wel een beetje met elkaar eens zijn. Daar hebben zij gezegd van nou, wij vinden het heel fijn als het ingetogen herdenking wordt. En dat hebben we dus ook vormgegeven met hun op hun verzoek. Ja. Nou is het monument niet precies op de plek neergezet waar de Monster Truck het publiek in reed. Waarom is gekozen voor deze plek? Deze plek is gekozen omdat de confrontatie zeg maar, met het monument niet direct is in plaats van als je het bijvoorbeeld aan de voorkant of direct bij de Jumbo neer zou zetten. Je kan er ook voor kiezen om er langs heen te lopen en dat was voor hun ook wel belangrijk. Omdat ook heel veel mensen hebben het hier gezien en dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend geweest. Dus ze hebben gezegd als we nou proberen een plek te vinden waar dat niet continu gebeurt. En dat hebben we gelukkig hier ook met dank aan de ABN AMRO kunnen vinden. En ook met dank aan de Jumbo. Ja. Hoe gaat het nu met de nabestaanden? Nou, we hebben net nog even met elkaar gesproken. En zij vonden het goed om hier vanmiddag te zijn geweest. Zij hebben wel heel erg behoefte aan rust en ruimte om te gaan verwerken. Je kunt zich voorstellen dat het afgelopen jaar met alle publiciteit en allerlei dingen die spelen en nog steeds spelen gewoon moeilijk is geweest. Ja. Het is de oorzaak natuurlijk wie ze schuldigen en hoe wordt het de afhandeling toe juridisch allemaal. Ja, is het natuurlijk heel zwaar natuurlijk om dat ook nog erbij te hebben natuurlijk. Het loopt er allemaal doorheen en nu deze dag was voor hun heel belangrijk om dit met elkaar te doen. Om ook te zeggen dat ze dankbaar zijn voor het, ook de gemeente dankbaar zijn dat dit vanmiddag is gebeurd, dat er een monument is gekomen. Dus ik wens. Hoe vonden ze eigenlijk dat de Haaksbergenaren die dit ook allemaal meeleefden met hun? Heel fijn. Hè? Dat kon je net ook wel horen aan het gedicht van de twee dochters van Geert Strietsenau en van Betsy Herrewijn. Daar zijn ze echt heel blij mee. Je merkt ook gewoon dat het een heel erg tot steun is. En ook de vaderen, de ouders van Tim hadden, ze zijn daar echt, en de zusjes zijn ze heel blij mee met al die steun. En je merkt ook gewoon dat dit ook iets was wat ze graag wilden om het aan de gewonnen aan iedereen te laten merken van hey, ook jullie, wij denken ook aan jullie. En dat was ook heel erg zeg maar de wens rondom het monument, dat ze dat heel graag wilden. Gaan we nou ieder jaar het moment herdenken hier? Dit was een eerste herdenking. Wij zijn daar verder nog niet met elkaar over in gesprek. Je kunt voorstellen dat we wilden eerst deze herdenking. Wij blijven daar gewoon over in contact met de nabestaanden en de gemeente. Die als het gewenst is dat er nog weer een herdenking komt, dan zal de gemeente daar zeker aan meewerken.